Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Smaakmakers. In Breda leven, zoals u weet, veel smaakmakende personen en initiatieven. En in dit programma maken we daar kennis mee. Deze week bij mij te gast Pim van Bel. En als voorzitter van de Bredaanse Kluuntocht, het grootste pre-carnavalsfeest van Breda, geeft hij smaak aan de stad en gaat hij vandaag wat over vertellen. Hé Pim, welkom. Dankjewel. Leuk dat je hier bij ons te gast wil zijn. Zeker in aanloop zo richting een drukke periode. Ja, volop bezig in de voorbereiding. Ja. En naarmate het dichterbij komt, wordt het drukker voor ons in de organisatie. Ja. Kan je mij kort even vertellen, want ik in mijn hoofd zat Klune Breda, maar oké, ja. Bredaanse Kluuntocht. Kan je mij even vertellen wat dat is? Heel kort houdt het in dat het een Elfstedentocht is. Dat is het van origine althans. Een Friese Elfstedentocht op de schaats. Ook dat van origine, daar is men veel van weggegaan inmiddels. Langs verschillende horecagelegenheden om daar een stempel te halen. Ja. En uiteindelijk met een volle stempelkaart, of althans een deel daarvan, een Kluunkruisje op te halen als soort van trofee. Hartstikke leuk. En dat gaat 5 februari weer plaatsvinden. Ja. We gaan er vandaag over praten. Over, met name over de organisatie die erachter zit. Ja. En maar zoals je weet, in het programma Smaakmakers steken we ook de handen uit de mouwen. Gelukkig. En dat doen we met een horecagelegenheid die ook meedoet. Een van de Hinderlopen, geloof ik. Een van de Friese steden is. Ja. En Paul van Manrooy van Park Breda. Dus ik nodig je uit om met mij mee naar de keuken te gaan. En te kijken wat hij voor ons in petto heeft. Leuk. Ga je met me mee? Leuk. Oké. Paul, Hallo. Al aan de voorbereiding zie ik. Ja, voorstellen hoef ik niet te doen, heb ik begrepen, want jullie kennen elkaar al heel lang. Wij kennen elkaar al enige tijd inderdaad, ja. Hartstikke leuk. Jij bent hier vandaag onze gastchef. Ja. In de uitzending die gaat over Klune Breda. Klopt. Jij doet met jouw restaurant Park Breda daar ook aan mee, ja. Als een van de 24 locaties. Inderdaad. En we gaan samen met Pim iets Fries bereiden, begrijp ik. We wouden toch een beetje een thema blijven natuurlijk. Ja. Dus ik heb iets leuks bedacht voor jullie, wat jullie kunnen gaan proeven zometeen. En we gaan lekker een sandwich eten. Friese stijl. Dus met lekker wat gerookte paling, gerookte makreel en Friese worst. Klinkt heel goed. Ja. Krentenmik met vis. Met vis, okay. Ja. Kan jij kort nog even wat vertellen over Park Breda op de Grote Markt natuurlijk? Ja, Park Breda. We staan bijna 10 jaar ondertussen al. We zijn eigenlijk een horeca totaal concept. Dus betekent eigenlijk dat we alles doen. We zijn van 10 uur 's ochtends geopend tot 2 uur 's nachts. En eigenlijk alles wat er tussendoor valt, dat proberen wij in te vullen voor onze gasten. Dus lunch, borrel, diner, stappen, cocktailbar, feestpartijen. En op 5 februari tijdens Klune dus. Ja, Klune, carnaval. Kost Hinderlopen. Hinderlopen inderdaad, ja. Okay, nou, hartstikke leuk. Jij kent de weg hier, want inderdaad, om een gerecht te kunnen maken, hebben we daar de ingrediënten voor nodig. Of heb je er nog aan toe te voegen, Pim? Nou, volgens mij niet. Wat je al zegt, we kennen elkaar. Ja. Gaan we de winkel in? Volgen we jou, ja? Prima. Oké. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Hi, Paul. Hi, Sam. We zijn op zoek naar een krentenmik. Heb je daar iets? Een heel stukje krenten, zodat er heel veel krenten in. Kun je wat gerechten mee maken? En we gaan er iets mee maken met paling en met gerookte kril. Oh, kijk, dat is ideaal. Als je heel dunne plakken snijdt en dan even roosten. Ja. Dat is helemaal goed. Perfect, gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dan gaan we dus, je zei het al, paling en makreel. Dus ja. We gaan naar de visafdeling. Verstand. Nou, naar de doe jij de kant? Doe ik. Die kant. Oké, sorry. De gerookte vispal. Juist, lekker bij de krenten, mik, lekker bepalen gekookt. Die staat hier vanwege het IJsselmeer. Dat is helaas in Friesland. Ja. Dus laat je dat mee. En makreel ook nog. Ja, makreel er ook mee nemen. Je kunt ook wel lekker mee maken.
Ben benieuwd. Kan je alvast een beetje aan de slag? Dat kan ik. Want dan sturen wij jou alvast even een keuken. En dan gaan we Pim en ik nog even... Ja, ik denk geen glaasje wijn, maar iets anders wat bij Klunen hoor, denk ik. Proeven. Maar we gaan in ieder geval op de wijn afdelen. Dat zien we jou zo. Ja. Dankjewel. Ja? Dag, Charles. Goeiedag, hallo. Welkom. Hallo, Pim van Mel. Charles Rosjes. Al voorgesteld. Pim. Ja. Pim is van de Bredase Kluuntocht, zoals bij jou bekend. En ik was er al een beetje bang voor, Pim. Geen glaasje wijn, maar iets sterkers. Friese Berenburg. Ja. Hoort bij. Van 1826 al gemaakt. Gestookt van de granen. Ja. Goede granen. Hollandse granen. En uiteraard is altijd het recept een beetje geheim gebleven. En dat is een beetje, ja... De mythe. Precies, we mogen niet weten hoe het gemaakt wordt, we mogen het alleen opdrinken. Het jammer ervan is dat heel veel mensen het in de diepvries doen en dat is zonde. Dat hoort niet. Nee, het moet gekoeld zijn. Dat wel. In die 24 horecagelegenheden die weer mee gaan doen met Klunen, zal er ook af en toe wel eens een glaasje geschonken worden, denk ik. Ja, is het wel. Ik weet niet of we allemaal dit soort glaasjes gaan drinken, maar... Ja, nou, meestal groot, hebben ze het in de 24 stuks lijkt me lastig. Ja, ze hebben die kleine borrelglaasjes, maar ik vind dit mooier. Nou. Laten we eens even kijken of ik dit lust. Proost. Ik ben wel van Friese origine, dus het zou moeten gaan. Hè? We hoeven hem niet één keer op te drinken, neem ik aan? Dat hoeft niet, nee. Wel beter? Nee, ze hebben de, omdat die kleine 3,5 cc glaasje, die kleine, dat doen ze zo in één keer. Je wordt er wel warm van, denk ik. Nou ja, ik denk dat, ik denk dat we hier wel aan kunnen winnen. En dat scheelt bijna 20% tot 30% aan suiker met andere, bijvoorbeeld schobbelaar of zo. Dit is authentiek. Oh, je blijft slank van. Ja, kijk maar. Ja. Je wordt er slank van. Ja. Oké, okay, nou. Gaan we dit dan ook bij het eten? Ja, gaan we dit ook bij het eten serveren. Dus dan nemen we een flesje mee. Ik drink hem niet helemaal op. Ik ook niet. Nee. Dan zal ik hem ook maar laten staan. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ja. Ik neem hem mee. We gaan naar de keuken. Ja. We gaan eens kijken of we met Paul aan de slag kunnen. Dankjewel, Charles. Precies. Succes ermee. Dankjewel. Dag. Kijk, ik heb een belangrijk ingrediënt voor je meegenomen. Ja. Ik heb een klein slokje genomen. Als je het niet erg vindt. Lekker. Gaat het ook onderdeel uitmaken van de karamel die je gaat maken? Ja, we gaan de karamel maken. Karamel gaan we maken met een klein beetje sojasaus om een beetje een spannende tint erin te brengen. En die gaan we straks gebruiken als een lakage over onze paling heen die we net gehaald hebben. Klinkt heel goed. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de handen uit de mouw. En ik kom straks weer even een kijkje nemen. Nou, ja? Succes. Zo, als jij de karamel wil maken? Dat is goed. Ja. Ik ga aan de andere kant staan, denk ik dan. Ja. Ongeveer 3 deciliter met een beetje berenburg in de pan. Dan verwacht je wat van mij, hè? 3 deciliter uit de losse pols. Ik denk dat we best een end zijn zo. Denk jij? Ik denk het wel. 3 lepeltjes suiker. En een lepeltje glucose, als je het. Zo, dit werkt vrij lastig, of je gewoon je lepel in de pan legt, dan lost dat vanzelf al. Oh, oké. Laat het lekker inkoken. Dat ruikt goed. Het begint te koken, dadelijk gaat dadelijk de suiker lekker karamelliseren. Krijg je vanzelf een stroopje. Haal hem eraf, zet hem koud. Voor zo meteen op de vis. Oké, super. Gaan we doen. Ik laat hem eventjes opsmelten, de glucose. Kun je ondertussen misschien deze doen. Het zijn de bekerswammetjes. Snijden we zo van het... Stukje af. Lekker op het bordje. Lukt het? Ja, gaat goed. De glucose is bijna gesmolten, dus hij is lekker aan het begint te karamelliseren. Gaan we deze even kort afbranden. Hij heeft lekker garing. Past dus eigenlijk lekker bij de karamel. Hoe lang laten we dit opstaan, Paul? Of is het gewoon, Ja, nog heel eventjes. Oké, hij moet verder inkoken dus. Ja. Zo, deze zijn klaar. Zal ik ze even hierbij zetten? Oh. Ja. Alsjeblieft. Die gaan we gewoon erbij serveren. Ja, die kunnen we lekker laten pruttelen. Hm? Komt goed. Kunnen we nu even ons snijpapier schoonmaken. En beginnen met de vis. Ja, dat doen. Ja, prima. Vraag. Ja. Zeg maar wat je van me verwacht.
palenkje even pakken. Halen we even ons mes overheen, zodat we een klein beetje het vet eraf halen. Dan snijden we een beetje bij. Oké. Dan snij ik alles. Oké, ik denk dat dat te doen is. Zonde, hè? Al de afval. Ja. Goed ogen natuurlijk, dat snap ik. Ga je tent nog een beetje aankleden, Paul? Wij gaan hem helemaal ombouwen dit jaar, ja. Oké. Ja. Ja, dat is mooi. Ik vind het altijd leuk dat de horecagelegenheden er ook echt iets mee doen. Het gebeurt ook steeds vaker, gelukkig. Ja, het is gewoon het gezelligste feest van het jaar eigenlijk, hè? Blij dat je het zegt. Ik ben het ermee eens natuurlijk, maar ja, het is een beetje preken voor eigen parochie natuurlijk. Ja, dat is... Zo. Maar het ging over een sandwich. Oh ja, we hebben natuurlijk die krentenmik. Ja, dan heb ik lekker de krentenmik. Wat gaan we daarmee doen dan? Die heb ik lekker in dikke plakken gesneden. Snijden we zo meteen een beetje bij. Dan gaan we roosteren in de pan. Dan krijg je lekker kant laagje. Gaat er lekker op. Die suiker hiervan gaat ook weer een klein beetje karamelliseren. Dan pakt het heel goed op dat het groot en dat vette met die vis. Verder gaan we lekker wat, kijk, wat shallotjes gaan we zo meteen schoonmaken, deze. En die gaan we lekker in de berenburger garen. Zodat die goed die smaak krijgen van die berenburger en lekker bij je gerecht. Klinkt goed. Ik heb even mijn hand bij je afvegen. Deze is bijna goed. Mag ik hetzelfde doen met de makreel eigenlijk? Oké, maar ik neem aan dat ik die niet hoef af te vegen? Nee, ik pak deze even zo. Je snijdt hem even in. Met staartje. Niet te ver, want snij hem door het velletje heen. En dan trek je zo de vel eraf. Oké. Dan haal je dat vetje er ook even af. En dan hebben we dezelfde procedure. Oké. Okay. Karamelletje is goed. Zet ik hem even opzij. Dan pakken we even de pan voor de krentenwijgen. Hier de pan. Leg maar hierop. Helemaal goed. Vis, geur, komt het in de lucht. Ja, precies. Het begint al lekker te ruiken. Het begint al lekker te ruiken. Ja, ben je thuis een beetje ook een keukenprins? Ik kook echt heel graag. Ja. Oké, okay, nou. Ja, dus, aan jou wel besteed. Ja. Weer eens wat nieuws leren. Ja, het grappige is dat Paul en ik zelfs vroeger nog gekookt hebben samen. Al heel lang geleden. Dat is echt heel lang geleden. Ja, precies. Vroeger in de zin van? Nou ja, eigenlijk kennen Paul en ik elkaar al van jongs af aan. Echt van jongs af aan. Ook bevriende ouders. Oké, okay, ja. Ja, best wel wat een aantal dingetjes samen gedaan. Dus ook, waaronder dus ook behoorlijk veel samen in de carnaval gedaan. Ja. Dus in de muziek begreep ik ook net. In de muziek, ja. Dus dat maakt wel... Nou, hartstikke leuk. Kan jij het verder alleen af, Paul? Want dan stuur ik Kim alvast. Tenminste, dan wil ik jou vragen of je mij voor wil gaan naar de tafel. Ja, precies. Ik ben klaar met mijn taakje. Ja. Dus ik mag mee. Mijn handen even wassen. Ja, dat lijkt me handig dan. Even daar je handen wassen. Oké, nou, tot zo. Tot zo. Want op 5 februari aanstaande vindt de 20e editie van de Bredase Klumtocht plaats. Deelnemers kunnen in de 24 deelnemende horecagelegenheden een stempel halen op hun klunkaart om die vervolgens dan in te wisselen tegen het felbegeerde klunkruisje. We kijken naar wat sfeerbeelden van vorig jaar. Zeggen dag collega's, want wat zie ik staan? De pers? Ja, klopt. Ja, we zijn eigenlijk in functie en we zijn de boel aan het bekijken, maar we zijn verder onze rolletjes heen. Dus dat, maar ik verwacht van Karine nog wel een paar mooie opnames. Hè? Ja, dat is genoeg te zien hier. We hebben een wedstrijd uitstaan, misschien kunnen jullie daar reclame van maken. Wij zijn op zoek naar de beste apfelkornverdelers in deze stad. De
tijdens de kluut, toch? Dus ja, we hebben nog heel veel werk te gaan. Ja, wij komen toch wel een eindje weg uit Breda. Ja, Zuid. Ja, dat is wel een eindje, ja. Nou, heel veel succes met het nieuws verslaan. Hè? Oh, dankjewel, hoor. Nou, Pim aan tafel, schort uit. We gaan het even hebben over de Breda's de Kluuntocht. Want het is dit jaar de 20ste editie. En we zagen zojuist wat beelden van de 19e editie, dus vorig jaar. Het ziet eruit als inderdaad, ik ben er dus nog nooit geweest, maar het gaat dit jaar verandering in komen. Het ziet er inderdaad uit als een heel groot feest. Ja, dat is het. De 20ste editie, is het dit jaar iets anders? Of, Nou, het is niet heel specifiek iets anders. We hebben wel het streven en de ambitie om ieder jaar iets extra's te doen in vergelijking tot het jaar ervoor. Dus het net even iets mooier te maken, net even iets groter te maken, iets in de aankleding te doen. We hebben wel gezegd, de 20ste editie is toch wel een beetje speciaal. Terwijl het in carnavalstermen eigenlijk helemaal niet zo speciaal is. Want daar spreken we in jubilea van 11 jaar. Ja. Dus eigenlijk over 2 jaar hebben we pas echt een speciale editie. Maar voor de 20ste keer hebben we wel het podium op de Grote Markt gezet. Daar waar we voorheen de opening en de sluiting op een brug of op het bordes van het stadhuis deden. We hebben de klunkruisjes wat aangepast. Waar ook jubileum editie. Ja, absoluut. Er staat nu ook speciaal 20 jaar klunen op. Dus we hebben wel wat extra's gedaan. Nou, hartstikke leuk. Maar hoe is het zo ontstaan? Waar komt het vandaan? Ja, hoe is het zo ontstaan? 20 jaar geleden is het idee geleend uit Os. Onder het motto beter goed gejat dan slecht verzonnen hebben we dat feestje naar Breda gehaald. Daar bestaat het nog steeds, inmiddels 31 jaar. Wow. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, met trots, dat wij wel een stukje groter zijn gegroeid inmiddels dan in Os. Okay, en groter, wat moet ik aan denken? Aan deelnemers of kaartverkoop of mensen? Nou, we gokken dit jaar toch wel op een 4.500 kaarten die verkocht zullen gaan worden. Wow. De inschatting die we maken op basis van de kaartverkoop van de afgelopen jaren, het is altijd lastig om in te schatten, want er zijn zoveel factoren die een rol spelen. Weer niet in de minste plaats natuurlijk. Maar ja, dat is wel de orde van grootte waar je aan moet denken. Ja. En dan hebben we het alleen over de betalende deelnemers. En dat resulteert dus ook, want het is ooit bedacht in de zin van oké, we gaan echt daadwerkelijk klunen. Ja, op absoluut. Schaatsen, ja, langs kroegen. Ja. En die kroegen hebben allemaal een naam van een elfstedenstad gekregen. Ja, ja. Maar die elf locaties zijn we dan al voorbij? Of? Ja, die zijn we voorbij. Ja. We proberen wel zoveel mogelijk vast te houden aan het originele concept. Maar ja, ook de hoeveelheid deelnemers, de organisatie ervan, heeft ons bijna genoodzaakt om een aantal dingen los te laten. Waaronder de hoeveelheid cafés, dus de hoeveelheid stempelposten. Ja, als je 4000 mensen hebt, die kun je niet kwijt in 11 cafés. Nee. Of nou, het waren er 11 en op een Frieslandhal erbij. Daarbij was er gewoon een groot aantal cafés dat het succes zag en het gewoon ook heel erg leuk vond om mee te doen. En mondjesmaat zijn er cafés bijgekomen, wat geresulteerd heeft in 24 inmiddels. Ja, nou ja, hartstikke. En allemaal wel gecentreerd rondom de Grote Markt. Ja, absoluut. Dat is ook echt wel de kern en daar houden we ook wel aan vast. Dat is een van de concepten of onderdelen van het concept waar we aan vast willen houden. Is dat we op de Grote Markt met de inlopers blijven zitten. Ja, oké. Nou ja, het is een mooi opwarmertje zo. Ja, het klinkt koud, maar het is een koud opwarmertje. Precies. Voor de carnaval midden in de stad. En er is ook altijd een goed doel waar jullie iets mee doen. Kan je daar wat over uitleggen? Ja, een stukje maatschappelijke betrokkenheid is voor ons belangrijk. We vieren een leuk feestje, we organiseren een leuk feestje. We vinden het ook belangrijk om iets voor onze medemensen te doen. We hebben een goed doel gekoppeld. We halen geld op met de verkoop van de kaart. En we hebben maar een deel daarvan nodig voor de organisatie van het evenement. En de rest willen we aan een goed doel storten. We hebben wel een aantal voorwaarden die we altijd aan het goede doel stellen.
dat klinkt heel raar dat je voorwaarden stelt aan een goed doel, maar een aantal criteria waarvan wij vinden dat is een goed doel waar wij ons geld aan willen schenken, dat is dat het lokaal is, dat het relatief kleinschalig is. Waarom dat? Omdat wij zijn geen, nou laat ik een voorbeeld noemen, geen Alpe d'Huez dat miljoenen kan schenken. We hebben het over een paar duizend euro en dan vinden we het prettig dat we met onze bijdrage een substantiële meerwaarde kunnen leveren aan een goed doel. En dat zie je vaak bij kleinschalige doelen. Die zijn ook vaak wat meer buiten beeld bij donateurs. Dus daar kunnen we wat mee doen. Dus lokaal, kleinschalig en... op een of andere manier zit er bij zo'n goed doel altijd wel iemand die wat affiniteit heeft met klunen of met carnaval. En dat werkt ook altijd wel prettig. Oké. En dit jaar is dat? Dit jaar hebben we Pier 15 gekozen. Dat is eigenlijk een heel ander goed doel dan waar mensen normaal gesproken aan denken als ze aan goede doelen denken. Maar het is voor ons wel een doel waarvan we zeggen, dat willen we steunen. Ja, precies. En die zijn bezig met het bouwen van een, of bezig met het ontwikkelen van een buitenbaan. Ja. En die zijn bezig met fundraising. En wij denken van nou, het is kleinschalig, het is lokaal. En ik denk dat we een hele leuke doelgroep daarmee bereiken. Ja, ja. Je kan snel resultaat zien ook, denk ook ik. Dat, ja, ja. Want inderdaad, nog, je wil wel, het is de doelgroep inderdaad die ook zelf gaat komen. Klunen natuurlijk. Dat is helemaal leuk. Ja, dat is helemaal leuk. Dus het is niet de insteek, maar het is mooi meegenomen. Ja, hartstikke leuk. En 20 jaar, wat heb je nog dromen en ambities? Voor de toekomst. Want hoe lang ben jij voorzitter bij deze club? Ja, ik ben nu zo'n 15 jaar voorzitter van de commissie. Wat eigenlijk niks meer is dan een naam, laten we eerlijk zijn. We zijn inmiddels ook gegroeid met de commissie. We zitten nu op 11 commissieleden. En ieder heeft daar gewoon zijn taak. En we hebben allemaal dezelfde verantwoordelijkheden. Alleen allemaal andere taken. We willen uiteindelijk allemaal met dezelfde inspanning dat mooie feest organiseren. Dat zijn dan 11 zeg maar kernteamleden, maar precies. Op de dag zelf en in de week voorafgaand zullen er nog wel wat meer vrijwilligers. Absoluut. We zitten tussen de 75 en 80 vrijwilligers die op de dag zelf voor ons actief zijn. Ja. Dat is ook heel prettig. Iedereen ik blijf alles... mij echt verbazen over al die vrijwilligers die overal... Iedereen helpt mee. Zijn deel pakt. Ja, ja. Ja. En sowieso, ja goed, het is allemaal, wij doen het ook allemaal vrijwillig, al 20 jaar natuurlijk. Ja. Maar wat je vroeg, die ambities en die dromen, lastig. Ja. Het is al heel mooi. Het is al heel mooi. Ja, je bent een beetje aan het kijken van waar ligt de grens? Hoe groot wil je worden? Hoe groot moet je worden? 10 jaar geleden zeiden we van we zitten aan onze max en groter kan het niet en beter kan het niet. Misschien willen we ook wel niet groter worden. En vervolgens hebben we nu, ik denk zo'n 2000 deelnemers meer dan dat we 10 jaar geleden hadden, hebben we een hoop eigen materiaal kunnen laten maken wat we ieder jaar wegzetten, wat we ophangen. Hebben we veel vrijwillige mensen, vrijwilligers en externe partijen aan ons gebonden. Ja, ik zeg nu ook weer van wat gaan we nog willen binnen het concept wat we willen handhaven. Ja. Want jullie halen geld, tenminste het kost natuurlijk geld, het organiseren van een evenement, maar dat halen jullie een stuk door de kaartverkoop binnen, een stukje sponsoring. Ik neem aan dat de horeca die allemaal deelneemt, ook allemaal een bijdrage leveren. De kaartverkoop, de voorverkoop is al, als het uitgezonden wordt, al geweest. Ja, precies. Ja, en, dan kan je nog steeds... kaarten kopen online of waar? Nou, we hebben inderdaad nu sinds 2 jaar een voorverkoop. Nee, sinds 3 jaar. Dit is het derde jaar dat we voorverkoop hebben gehad. Ook daar zien we steeds dat we steeds succesvoller zijn. Althans, dat het concept van de voorverkoop steeds succesvoller is. Mensen gaan in de voorbereiding. Ja, precies. Ja, we maken daar een feestje van. De start van de met een artiest. En de groepen komen zich bij ons inschrijven. En vervolgens is de kaartverkoop van het klunen zelfs op de dag zelf. En dat betekent dat er... Op die locaties allemaal? Nou, nee. Er zijn nog steeds, in de cafés zelf zijn er nog steeds kaarten te koop. Ja. Mits ze niet uitverkocht zijn. Maar er zijn 3 verkooppunten op de Grote Markt waar mensen hun kaart komen kopen. En wat kost een kaart? Een kaart kost €5. Maar dat komt natuurlijk allemaal wel vanuit een heel groot carnavalshart. Dus hoe ben jij daar persoonlijk zo bij betrokken geweest? Geraakt. Zoals je daar straks al eventjes in ergens zei van... Volgens mij is iedereen in Breda betrokken bij het carnaval. En ja, dan ben je ook al snel met de paplepel ingegoten. Uiteraard. Ziet er grappig uit.
Alsjeblieft. Nog een iets groter glas van dat hele zware. Nou, ik heb hem iets lichter gemaakt. Ik heb hem aangemaakt met een beetje gin. En lekker een beetje mandarijn. Lekker. Wat lichter voorbij het gerechtje. Ik denk dat het een mooie combinatie is. Zo, dat ziet er spannend uit, man. Ja, dit is onze sandwich. Heel leuk. Beetje het grootste, de krentenmik. De uitjes met berenburger. Lekker wat gerookte makreel. Gerookte paling. En mierikswortelcreme. Dus, ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel. En dankjewel voor je komst. En heel veel succes leuk. Straks met het helemaal verbouwen van de tent, zoals ik net begreep. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Komt goed. Ik hoop Komt niet zeker dat langs. Die verbouwd wordt, maar dat... hoop ik ook niet. Nee. Geniet ervan, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Maar in ieder geval met de paplepel in, we maken met de paplepel ingegoten, ja. Van oudsher, mijn ouders, echte carnavalsvierders. En ja, zo rol je erin en zo raak je steeds meer betrokken op alle mogelijke manieren. En Kluun is daar onderdeel van. Ja, en je zei ook wel van, het heeft ook elk jaar weer een beetje een thema. Nu ja. Is het mee, ik waag me er niet aan, ik vraag... Kluun meematen. Meematen. Dus dat is ook een beetje tekenend voor de Bredaarse carnaval. Ik ben een beetje buitenstaander, maar in ieder geval... Correct. Je mensen... doet dat ook met je maten, ja. Met vrienden, met groepjes. Ja, mensen vinden het prettig om met elkaar carnaval te vieren en er ook iets mee te doen. Ja. Iets in een thema. Het lijkt wel of Bredaarnaars het prettig vinden om een thema te hebben waar ze iets mee kunnen. Dan merken... Dus daar kan je mensen nu nog voor oproepen. Ja, precies. We merken dat met het klunen ook die groepen zijn zo... tekenend maar, en kenmerkend, maar ook zo belangrijk voor dat klunen. Ja. Er is een prijsvraag voor best verklede groep. En ieder jaar zijn er weer meer groepen die nog mooiere dingen maken in dat thema. Het is fantastisch om te zien. Ja, dat is hartstikke leuk. En de al die horecagelegenheden, die verkleden hun zaak heel erg. Die verkleden hun zaak ook. Er zijn twee prijsvragen. Of prijsvragen zijn geen prijsvragen. Prijzen die verdiend kunnen worden. Met een vakjury. Vakjury. Eén voor best verklede groep en één voor best verklede café. Nou, hartstikke leuk. Gaan we proeven? Ja, graag. Ja? Gaan we eens eventjes kijken of dat lekker is. Ik wil jou ook hartstikke bedanken voor jouw komst en heel veel succes de komende weken nog. Ja, gaat lukken. We gaan een drukke tijd in. Dat denk ik ook. En ik heb het nu gezegd, hè, dus ik ga mijn maten ook dat is mooi. Lokaliseren. Dan gaan we elkaar zien daar in ieder geval. Helemaal goed. Okay. Wij gaan lekker een hapje eten en volgende week zijn we er uiteraard weer met de nieuwe smaakmakers. Met hopelijk weer een smakelijk gerecht en ik weet zeker weer een smaakmakende gast. Graag tot dan. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik ga dit ook eten. Breda nu. Je weet het meteen.